familie van jou hou ik in de gaten. En jou, en in het bijzonder. En als ik ook maar dat merk, dan grijp ik je. Hallo filmfans. De tering, wat is het vroeg. Juist, het is namelijk ochtend. En we gaan op zoek bij... Gerard Ekdom. Gerard Ekdom in de ochtend. We gaan achterkomen wat zijn guilty pleasure is. Een guilty pleasure is een film waarvan je in je hoofd weet dat het slecht is. Maar in je hart heeft het toch een heel speciaal plekje. Zijn we er klaar voor? We zijn hier bij Gerard Ekdom in de studio. Wat? Hij is net klaar met zijn uitzending. Dat klopt. ja. We gaan het hebben over zijn guilty pleasure. Ja, het zijn er een hoop. Ik ken heel Flodder uit mijn hoofd. Maar echt letterlijk. Van voor naar achter, van begin tot eind. Die ken ik uit mijn hoofd, die film. Weet je wat de eerste zin is uit Flodder 1? Kijk je even aan met die klootjes van je grootmoeder geweest. Dat is de eerste zin. Kunnen we niet gewoon de hele Flodder film? Kijk hoe ver je komt. Ja, maar echt. Gewoon hele stukken dialoog, die kennen ik en mijn zusje trouwens allebei uit ons hoofd. Als zij, ik ken jou, als een van ons, ik ken jou zegt, dan zeggen we automatisch, en die familie van jou ook. En denk maar niet dat jullie een geintje kunnen flikken. Die hele familie van jou ook in de gaten, en jou, en in het bijzonder. En als ik ook maar dat merk, dan grijp ik je. En nu kom je niet meer zo makkelijk vanaf. Nou, dat is een stuk uit Flodder. Een losse Flodder eigenlijk. Ja, precies. Hey. Ik denk dat Flodder, ik was toen denk ik 10 of zo dat ik voor het eerst zag. En dat is volgens mij de eerste keer dat ik met het fenomeen string in aanraking ben gekomen. Ja. Bij die strips zijn, dan zag je echt op een gegeven moment zo'n vrouw vooroverputten. Met een string. Eeuwig indruk gemaakt. En het was ook de eerste keer dat ik anders naar borsten keek. Ja. Maar ja, dat is dus één. Maar als het ultieme guilty pleasure, ik heb hem laatst in mijn eentje gekeken. Omdat ik het thuis echt niet kon maken om dat op te zetten terwijl er andere mensen in de ruimte waren. Ja. Is The Naked Gun. Ja, met Leslie Nielsen. In this city, there's crime on every street. But one man has seen enough. He's Lieutenant Frank Drebin. Whatever scum did this, not one man on this force will rest for 1 minute until he's behind bars. Now let's grab a bite to eat. Wat is de eerste keer dat je hem hebt gezien? Nou, volgens mij heb ik hem in de bioscoop gezien. Ben jij al zo oud, Gerard? Het was in de tijd dat je in de videotheek een videorecorder moest huren. Een VHS-videorecorder. Dan hadden we hem een weekend. En dan mochten we altijd een lachfilm uitzoeken. Dat heette toen een lachfilm. Dus als je de film voor de eerste keer kijkt, vind je hem leuk. Maar als je hem voor de 17e keer kijkt, wat ik helaas heb gedaan, dan zie je nog veel meer lollige details. Om aan te geven hoe lang de benen waren, zie je langzaam maar zeker omhoog de camera, zie je een paar knieën, zie je weer een stuk been, nog een paar knieën, en graffiti muren ook. Dat we just invented an anti-graffiti wall. Oh really? Psst, dat alles terugkomt, dat is ook fantastisch. Goed, ja. Zie twee mensen hier kijken, maar gaat dit over? Gaat dit over? Genant dit. Nice beaver. Thank you. Just had it stuffed. En er komt een echt opgezette bever naar beneden. Let me help you with that. Ja, het zit allemaal vol met hele stomme grapjes. En dat maakt de film briljant. Ja. En O.J. Simpson zit er. O.J. Simpson! Zit er en dat was voordat we allemaal wisten wat hij allemaal meer kon met zijn penis. Everyone should have a friend like you. En ook mooi is dat Leslie Nielsen even op bed gaat zitten en dat bed klapt dubbel. Ja, dat is... Oh. Me, Frank, your buddy. Het was echt een fantastische film. Ja, dus dat is een guilty pleasure, toch? Ja, dat is zeker een guilty pleasure. Ik vind dat iedereen die film een keer moet hebben gezien. Probeer het. Give it a shot. Give it a try. Het is echt lollig. The Naked Gun. Ja. Oké, nou, dankjewel. Bye bye, man. Bye bye.